Dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Paul de Vries vanuit de Podcast Studio in Ede. met de missie de Online Automotive beter te maken. Dit doet Paul met de volgende partners met dezelfde missie: Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Findio, Used Car Controller en Tweedehands.be. Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast met de missie de online automotive beter te maken. En vandaag gaan we ook de verhuur beter maken. En dat doen we samen met Jeroen de Zwart en Pelle Elsten. goede middag. bedankt. Goede um, En Jeroen, om met jou te beginnen, um, kun je wat meer vertellen over jezelf, wie je bent, wat je doet? Ja, absoluut. Um... Nou, ik ben eigenlijk um, uh, ja, een tijdje geleden uh, voor mezelf begonnen, maar daar ging dus ja. wel wat aan vooraf. Um, een studie rechten. Ja. Um, en uh, na die studie ben ik begonnen als fiscalist bij een advocatenkantoor, ja. een internationaal advocatenkantoor, en uh, ja echt een hele goede tijd gehad. Um, heel veel geleerd en uh, mezelf heel goed ontwikkeld. Ja. En nou, je hebt daar eigenlijk een drie jaren of een drie-jarenplan. En na drie jaren dan ga je promotie maken. Ja, en oh, dat staat ook al vast dan. Ja, dat is up, up or out. Oké. Okay. Dus um, ja, bij mij kwam dat moment en dat moment uh, ging hartstikke goed. Dus ja. ik, kreeg, ik kreeg ook de promotie. Um, maar op dat moment was er wel iets wat ik eigenlijk liever wilde gaan doen. Ja. En uh, ja, toen ben ik uh, teruggegaan naar Pelle. Ja. Um, en toen, toen zijn we begonnen. Oké. Okay. En Pelle, um, welkom. Um, Dank. En wie ben jij? Uh, nou ja, ik ben Pelle. Um, ik heb luchtvaartagkunde gestudeerd. Ja. Uh, Jeroen en ik hebben elkaar ontmoet in Amsterdam. Ja. En uh, ik ben na mijn loopbaan in de luchtvaart, welke redelijk kortstondig was, omdat ja. ik ook al met Jeroen aan het ondernemen was, ja. uh, ben ik uh, via onze gezamenlijke boot ben ik bij Dame Shipyards in Amsterdam ja. terechtgekomen. Uh, daar heb ik mezelf uh, vanaf uh, helemaal... Stagiair eigenlijk helemaal opgewerkt na vijf jaar naar head of procurement. En dat ging eigenlijk allemaal goed. En toen stond Jeroen uh, voor de deur en die yeah. klopte aan en die zei: Is dit wat jij in je leven verder wil gaan doen? Yeah. Wat is het plafond hier? En toen realiseerde ik me van mijn drive en passie is om ja mijn campingplek mooier achter te laten dan ik hem aantref. Yeah. En ga ik dat verwezenlijken met deze baan? En toen. Uh, toen heeft Jeroen me eigenlijk uh, doen beseffen van, het is meer in het leven dan uh, die dozen schuiven. Ja. En we kunnen nog meer uh, gaan verwezenlijken. Ja. Nou vind ik het eigenlijk wel heel fascinerend en interessant ook wel, um, Jeroen, dat jij eigenlijk heel bescheiden iets zegt over, nou ja, ik ben eigenlijk fiscalist geweest, ik ben eigenlijk <hijen> dit geweest, maar eigenlijk zijn jullie beiden eigenlijk al heel lang ondernemer. Ja. Hè, het is niet zomaar van, we moeten op, op leeftijd 29 opeens gaan ondernemen omdat dat nu opeens trendy is. Nee. En noem het ook alsjeblieft geen start-up, maar gewoon een beginnende onderneming. Hè? Uh, maar goed, jullie zijn al begonnen in jullie studentenhuis met uh, touw en blok. Klopt. Vertel daar eens wat over. Ja, ja. nou ja, op een gegeven moment uh, kwam Pelle, dus die kwam, kwam bij, mij, uh, bij mij wonen. Ja. En ik woonde op dat moment in een uh, studentenhuis met, met negen andere jongens. Mm -hmm. En ja, um, nou, Pelle, Pelle die had nogal brede, brede meubels uh, ja. die met zich meegebracht. Ja. Ja. Dus um, ja, en je kunt je voorstellen, in, zeker in Amsterdam, die trappen gaat, uh, gaten zijn heel erg nauw. Ja. Ja. Dus het paste niet. Nee. Nou, dan heb je twee opties. Of je huurt een lift. Mm -hmm. Of je gebruikt een ouderwetse takel. Ja. Een touw en blok. Klopt. Pelle koos voor het laatste, huurde een taal blok voor, voor ongeveer drie tientjes en ja. uh, heeft alle spullen door, door het raam getakeld. Ja. Maar uh, vervolgens was, was de vergadering, de huisvergadering, wat uh, een typisch student die koos is. Ja. En ja. Uh, daar werd dan gevraagd van, nou, nou jongens, uh, he, gaat, gaat het allemaal goed, mooi, uh, heeft er nog iemand wat te klagen? Want, ja, uh, zei ik. Ja, uh, ja, zei ik. Ik zei, ja. ja, ik heb wat te klagen jongens, want ik heb voor 35 euro een Town blok gehuurd. Ja. En toen kijk ik, kijk hier om me heen. We zitten hier met z'n negenen. We hebben ook nog een gemeenschappelijke woonkamer. Uh -huh. Dus laten we zeggen, tien ruimtes. Die moeten ook allemaal nog een keer hier eruit worden verhuisd. Of uh, gaan we hier tot ons pensioen zitten? En toen werd ik eigenlijk een beetje uitgelachen. En mm -hmm. uh, toen kwam Jeroen na die vergadering naar me toe. En die zei, uh, nou, uh, wat is je businessplan? Laat me horen. Ja. Zeg ik zei, nou, ik heb hem voor uh, 35 euro gehuurd. We zijn hier met z'n tienen. Of we gaan hem tien keer gebruiken, minstens. Ja. Dus kunnen we hem niet voor 350 euro ergens op de kop tikken? Ja. En vervolgens zelf gebruiken. Dan wel niet vrienden of familie er gebruik van laten maken. Ja. En ja hoor, zodoende zei Jeroen van, nou, dat klinkt wel wat. Ja. Uh, gaan eens kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. En voor we het wisten stonden we ergens via Marktplaats... Ja. op een industrieterrein om bij een oude, oude meneer... die zijn verhuisbusiness uh, uh, op ging doeken. Ja, die had we... nog een echte klassieke tuinblok. Klopt. Ja. 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 klopt, klopt. En uh, die zijn we eigenlijk toen uh, eerst mondjesmaat... aan vrienden en familie uh, mm -hmm. kenbaar gaan maken... En zelf gaan gebruiken. En toen via Marktplaats in contact komen met andere mensen. Die ook wel eens uh, er uh, gebruik van wilden maken. Ja, en... Om het via Marktplaats te verhuren bedoel ja, je? Precies. Ja, precies. Ja. 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 En als ik het goed heb. Uh, in het voorgesprek: gesprek. Jeroen ook zei. Die, uh, zijn jullie daarna via websites gaan verhuren? Ja. Of via jullie eigen website. Andere, andere, andere locaties ja. ook gaan verhuren. En daarna hebben jullie een platform gebouwd. Ja. En dat zei je heel bewust. Platform. Wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? Klopt. Ja, dus we hebben op een gegeven moment uh, ja, we ons verhuurbestand uitgebreid. Eerst deden we het zelf en toen hebben we ook andere mensen bijgezocht. Van, mm -hmm. uh, voornamelijk studenten willen jullie niet ook een zakcentje verdienen. Ja. Yeah. En wat wij hebben gemaakt, um, hebben we een website gemaakt, waarbij wij een platform, waarbij wij iedereen lieten zien die dat product, het Townblock, verhuurde. Ja. Yeah. En zo konden wij op eigenlijk, ja, uh, konden wij voor iedereen de marketing doen. Hè? Ja. Uh, gewoon een digitale website waar we goed gevonden werden op Google. Uh -huh. En stuurden we bijna dagelijks stuurden we gewoon een reservering naar, naar de student toe. Van hey, hey, ja, er is weer een klant, die wil, die wil jouw touw een blok hebben. Yeah. Doe mij even open morgenochtend, zaterdag. Dan, uh, yeah. ja, dan, kom, dan komt de klant hem halen. Yeah. Want iedereen wil in het weekend zo vroeg mogelijk beginnen op zaterdagochtend. Yeah. Yeah. Maar ja, vervolgens... Niet, niet iedere student is daarvan gediend. Nee, dus vervolgens nee. Paul, kregen wij belletjes. Ja, uh, meneer, ik sta voor de deur en niemand doet open. Ja. Dus wij hadden zoiets van ja, maar wij kunnen er ook niet naartoe komen om um, um, um die deur door te slaan. Nee. Uh, wij proberen hem wel even te bellen. Nou, vervolgens waren wij de hele weekend telefonisten ja. om die jongens te bereiken die brak in hun bed lagen. Ja. En toen zeiden we: dit moet anders kunnen. Ja, ja. ja precies. Dus um, wat we zeiden op een gegeven moment: wat we moeten doen is we moeten de beschikbaarheid van de verhuurder uh -huh. en ook de beschikbaarheid van zijn producten ja. die moeten we op de website laten zien. Ja, dus de beschikbaarheid van het product maar ook de beschikbaarheid van de verhuurder. Ja, precies. Ja, ja want het dus. touw en blok is er altijd, maar je weet niet of het die vandaag beschikbaar is. Juist. Ja, of om zeven uur s morgens. Juist. Precies. Ja, ja oké. Okay. Dan waarschijnlijk niet. Oké, okay, en, <laughs> en de, en de ja, terwijl je hem dan wel nodig hebt. Ja. Uh, en daarvoor hebben jullie een platform gebouwd die dat bij elkaar brengt met Townblock. Juist. En is dat er nog steeds? Dat is er nog steeds. Oké. Okay. Ja, dat hebben we ondertussen ondergebracht uh, in LeaseTime. Ja. Maar we zijn wel een stapje verder gegaan met LeaseTime. Oké. Okay. En dan um, sta je op de, st de stoep bij Pellem. Ja. Je haalt hem bij die uh, Damen Shipyard de, uh, vandaan. Wat in Gorkum zit en Amsterdam zit. Klopt, op en, meerdere locaties. En waren die ja. nou niet overgenomen door de staat of was dat iemand anders nu? Of nee, dan... dat is helemaal an iemand anders. Oh, dat is iemand anders, oké. Okay. Um, en toen zeiden jullie van, joh, laten we eens een deuk slaan in die verhuurmarkt. En daar hebben we een naam voor bedacht, Leasy Time. Maar wat betekent Leasy Time dan eigenlijk? Goeie, goeie vraag. Het namen zoeken was uh, nogal, uh, nogal een ding. Uh, we wilden dat het pakkend en pakken makkelijk was... Uh, en buiten dat, de domeinnaam moest vrij zijn. Ja. En zodoende zijn we gaan kijken, wat is onze missie? Dat is het makkelijker maken van het, van het huren en het verhuren. Uh -huh. En daarbij ook de beschikbaarheid, dus de tijd. Ja. En toen zijn we gekomen op een woordspeling van lease en easy ja. en de tijd. Dus zodoende leasy time. Oké, okay. maar goed, aan de andere kant, uh, huren is huren en de lease is leasen. Waarom dan toch die combinatie met lease? Ja, dat is niet de eerste keer dat we deze, nee, ja. deze opmerking krijgen. Um, ja, 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 kijk, hoe wij het zien is leasen en huren, dat, dat, is, dat is eigenlijk één en hetzelfde. Mm -hmm. uh, ik snap dat het, ja, het wordt met andere dingen uh, geassocieerd. Yeah. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds om, je gebruikt een product wat eigenlijk ja. niet jouw eigendom is. En, en misschien wordt het geassocieerd alleen maar als je binnen de automotive werkt. Hè? En als je buiten de automotive werkt, dat je die associatie helemaal niet hebt. Hè? Ja, ja, dat denk ik ook. En wij waren van mening, laten we er dan een begrip van maken. Ik bedoel, ja, je ziet het met heel veel nieuwe merken, ja, Uber, Airbnb. Ja. Ik bedoel, het heeft niet, be niet direct betrekking tot de core business. Nee. Maar uiteindelijk, als ze je weten te vinden, dan komen ja. ze toch wel. Ja. Hey, um, en toen zijn jullie begonnen met het verhuren van auto's, maar voornamelijk van bestelbussen. Ja. Waarom bestelbussen? Nou, dat was eigenlijk een beetje in het verlengde van ons touwblok. Ja. Uh, we waren al in die verhuisbusiness zelf. Oh, ja, je je het verhuis. Precies. Ja. En dan krijg je ja. toch vaak de vraag: van, hè, Heeft u ook een busje? Ja. En zodoende zijn we eigenlijk gaan kijken: van uh, dat is eigenlijk een niche-markt waarin we ja waarin wij ons product ook naar voren kunnen laten komen mm -hmm. en een toegevoegde waarde heeft ja dus er zit daadwerkelijk een haakje tussen de touw en blokverhaal met wat je wat jullie nu doen absoluut. dus uiteindelijk die vergadering destijds met een bier en bitterballen ja. <laughs> heeft geleid tot wat jullie nu vandaag doen ja ja was ja. ja. ja, ja. absoluut ja. fascinerend eigenlijk hè ja. mm -hmm. dat bepaalde dingen in het leven je je op een heel ander pad kunnen brengen ja ja, ja het was maar iets kleins ja, ja. Ja, maar het begint met altijd, weet je, en dat vind ik het fascinerende van ondernemers zijn uh, in, in die zin. Het begint altijd met een probleem. Ergens is er een probleem en dat ja. los je op. En hoe groter het probleem ja. is, te groter uh, de eventuele he, uh, bedrijf kan zijn die daarop erop zou kunnen bouwen. Maar wat maakt LazyTime nou zoveel anders dan een, een ander platform waar ik gewoon een busje ik kan huur ik kan naar avens toe ik ja. kan naar het toe ik kan waarom zou ik in de hemelsnaam naar de Time gaan nou, ja, en dan heb ik het even niet over dat ik het in Arnhem nog niet heb maar alleen in Amsterdam maar stel je voor dat ik in Amsterdam zou zitten. ja nou dat is mooi een uh, mooi haakje want het begon met een probleem namelijk Jeroen had zelf een busje nodig ja en uh, als fiscalist en uh, nou ja, als nerd ging hij gewoon met de excel aan de slag ja. heeft hij de hele autoverhuurmarkt in kaart gebracht in Amsterdam om de beste prijs met de beste voorwaarden voor zijn verhuizing te regelen. Uh -huh. En toen dachten we: dat kan beter. Dat probleem heeft niet alleen Jeroen. En waarom is Jeroen dit aan het doen? Niet alleen voor de beste prijs, maar ook voor een totaal overzicht. Maar Jeroen, was het niet zo dat jij toen de reservering had gedaan en het busje was er niet? Ja, nou ja, dus eerst, eerst was ik aan het kijken van, nou, waar zit er nou, uh, ja, waar is het voor mij het goedkoopst? Yeah. En um, er was gewoon niemand uh, die een totaal overzicht van alle lokale en internationale aanbieders yeah. had. Nou, dat zijn we met Leasy Time wel gaan doen. Dus lokaal en yeah. internationaal. Het maakt niet uit. Mm -hmm. Maar inderdaad, daarna zijn we op een nieuw probleem gestuurd en ik maakte er toen al kennis mee. En pas later zijn we ja is voor ons echt duidelijk geworden dat het echt een groot probleem is namelijk ik had op vrijdagavond bedacht van morgen ga ik verhuizen ja nou, had ik wel eerder bedacht maar ik ja, had wel ja, vrij. Ja. vrijen hij had het eerder nog niet ja. geregeld nee nee nee, 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 nee. Ik, ik ben daar redelijk les moment nee. in want het werkt hè, zo zo werkt het tegenwoordig ja nou dus ik had op vrijdagavond dat ik een reservering gemaakt om hem op zaterdagochtend op te halen ja dus op zaterdagochtend mijn vrienden opgetrommeld van, hé hey jongens, <laughs> ja, we, gaan ja, we gaan verhuizen, kom toch even helpen. Ja. Uh, ik ga nu die bus halen. Nou, vijf minuten later moest ik al een vrienden opbellen, want ja. ik stond daarbij bij dat bedrijf en die vertelde mij, ja, de bus is er helemaal niet. Nee. <laughs> dus ja, ik zei, ja, maar ik heb hem toch gereserveerd. Hoe kan de bus ja. er nou niet zijn? Ja. Nee, meneer, uh, u heeft het niet goed gezien. Um, in de mail staat ook, het, u heeft een reserveringsaanvraag gedaan. Ja. Ja, en die bus, die, die is er of die is er niet, maar dan moeten wij even bevestigen. En daar hebben we nog geen kans toe. gekregen. Nee. Dus uh, ja, helaas, probeer het maar ergens anders. Ja. ja. En dat is eigenlijk wat we net ook hebben afgespeeld: hè? die scène van Seinfeld ja. op het vliegveld, wat dat exact omschrijft. Hè? Ja. Dus die ervaring. Ja, exact. Exact, exact dat ja. verhaal. Het nou, ja. is niet leuk overigens. <laughs> nee, uh, en toch is het voor heel veel verhuurmaatschappijen, vooral voor de lokale vrij makkelijk om hun spullen te verhuren in het weekend. Ja. En daarvoor hebben ze eigenlijk niemand nodig. Nee. Um, en toch ervaren jullie dat als een probleem wat je zou kunnen oplossen, niet voor de twee dagen van de zeven, maar eigenlijk voor de zeven dagen van de week. Meer collega's gebruiken used car controller. Taxeren, calculeren, publiceren of auto's verhandelen met je persoonlijke handelsplatform? Met één abonnement geeft used car controller je controle over alle kritische gebruikte autoprocessen. Zo maakt used car controller je tot sterkste in je vak. Vindio is de merkonafhankelijke automotive partner. Vindio is er voor uw klanten en u. Zo kunt u zorgeloos ondernemen en uw rendement verbeteren. Uw online leads opvolgen binnen 30 seconden, dat kan met Coldrip. Vraag direct een demo aan. Uh, dus op het moment dat ik een lokale verhuurder ben in Amsterdam en jullie komen langs, wat voor oplossing, wat voor, uh, ja, voor probleem kun je dan voor mij oplossen vanaf maandag tot en met vrijdag? Goeie vraag. Uh, nou, wij hebben een, een tweetal oplossingen. Wij zien namelijk dat we uh, met het vergelijkingsplatform van LeasyTime... kunnen we extra zichtbaarheid bieden, ja. waardoor je makkelijker gevonden wordt. Uh -huh. En uiteraard uh, uh, is dat voor en de consument en jouzelf van toegevoegde waarde. Maar even, hoe word je dan makkelijker gevonden? Want als jullie website niet gevonden wordt, hoe, vindt de, hoe, hoe vinden ze dan überhaupt die lokale verhuurder dan weer? Ja. Want gevonden worden is makkelijk gezegd dan gedaan. Klopt. Nou ja, in principe dat hebben wij redelijk voor, goed voor elkaar. Uh, dat wij op de de, de belangrijke woorden hè, waarmee je op zoekt op Google bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat we daar redelijk goed gevonden worden online. En ja. uh, dus dan zie je dat de, de, de autovuurders met websites die daar helemaal niet op gevonden worden. Nee. Die worden via onze weg alsnog gevonden. Ja. Dus je hebt er zelf wel heel veel tijd en aandacht aan besteed om op SEO gevonden te worden op de juiste kenmerken. Ja, exact. exact. Paul, we wilden, we wilden gewoon niet dat wij Google gingen spekken en tegen elkaar gingen opbieden samen met de lokale autovuurders. Dus, oh. dus wij zijn op het begin, we zijn nog steeds heel erg bezig met SEO. Dus bloggen, hè, pagina's maken en relevante content. Nou ja, daar zag ik twee voorbeelden van op jullie website. Eentje waarvan ik zeg: van joh, op het moment dat je Google niet wil spekken, waarom zou je dan überhaupt adverteren op je eigen bedrijfsnaam? Ja. Hè, dat doen jullie wel. Terwijl we van mening kunnen zijn dat Google meer geld heeft als wij samen. Ja. Hè? ja, ja. Dus ze hebben ons, uh, onze kwadjes niet meer nodig, denk ik. Nee. Hè? Uh -huh. um, en aan de andere kant zag ik wel in de voeten staan heel veel SEO-terminologie, wat we gebruikten in, nou ja, wat zal het zijn, 2009. klopt. Ja. Maar dat ik tegenwoordig nooit meer uh, echt tegenkom. Waarom kiezen jullie daarvoor? Nou, uh, goede vraag. Uh, ja. Het staat overigens niet helemaal in de voeten, eh, technisch gezien. Um, maar, eh, optisch, ja, wel. Yeah. optisch wel. Optisch um, wel. Maar ja, we merken toch nog wel dat deze content kanon, zo, zo, yeah. zoals dat zo mooi heet, um, in ons geval wel blijkt te werken. Dus we hebben wel een significante stijging gezien van, 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 uh, ja, van plaatsen op Google, om het zo maar mm -hmm. te zien, yeah. toen wij dat erop hadden gezet. En uh, ja, daar hebben we een beetje mee getest. En uiteindelijk bleek dat dit toch werkte. Maar heb je dan de tekst in Amsterdam exact hetzelfde als in Amstelveen en de enige variabel is Amstelveen? Of praat je dan echt anders over Amstelveen ten opzichte van Amsterdam? Uh, verschilt. Um, we hebben een basis. Ja. Dus een basis template als het ware waarin je uh, gewoon de, de, ja, de plaatsnamen vervangt. Ja. Dus dat, dat is vrij... Eenvoudig te programmeren. Uh -huh. En dan hebben we daar nog wat variaties op. Dat, dat we template A, template B, template C hebben. Ja. Uh, en ook nog wat spe, uh, ja, plaatsspecifieke content uh, toevoegen. Ja. Ja. En Pelli, um, jullie zeiden ook van uh, de lokale verhuurder is jullie primaire klant. Ook de internationale, maar eigenlijk de, de, de lokale verhuurder. Ja. Um, hoe reageren die erop? Uh, nou ja, ten eerste zeiden ze van uh, leuk, maar. Um, ik zit, he, door de weeks ben je welkom. In het weekend heb ik eigenlijk je hulp niet nodig. En buiten dat, ze zaten zo van waarom? Uh, wat is jullie toegevoegde waarde? Ja. Dat, dat zagen ze niet. Want nee. buiten dat wij. Uh, ten eerste, wij willen niet uh, dat wij uh, geld vragen terwijl zij er niks aan verdienen. Dus wij willen eigenlijk gewoon pas als. De autovuurder, de lokale autovuurder, de, uh, de reservering gerealiseerd wordt. Dus uh -huh. niet een aanvraag, niet geen maandelijkse bedragen. Pas als die verhuurder doorgaat, dan zouden wij daar een kleine commissie van willen. En uh, dat, ja, ja, dat is eigenlijk. En een kleine commissie is dan 25%? Nee, nee. Dat is, uh, we, we hebben heel erg uh, op het begin natuurlijk, ja, ik mag. Uh, als beginnende bedrijf hebben we heel erg <laughs> moeten schipperen. <laughs> Om te kijken van wat zijn nou uh, normale marges die yeah. we kunnen pakken. We zijn gaan kijken wat is een autovuurder aan Google kwijt yeah. en waar is die mee tevreden? Dus yeah. we hebben eigenlijk gewoon klanten aangeleverd en we zijn rond de tafel gaan zitten en zeggen: wat is deze klant jou waard? Yeah. En um, daar komen we nu ongeveer, nou ja, als ik het zo mag zeggen, 10 na 5, tussen 10 oh, naar 15 procent. Dus een stuk minder. Ja, Ja, oké. Okay. Ja. Hey en. Als je het dan hebt over de week en de weekend, hè, dan kan ik me voorstellen dat je in de weekend een topreis kunt beuren. En op maandag eigenlijk een andere. Dus hoe ga je zeg maar, die bezettingsgraad van die auto uh, verbeteren op de maandag tot en met vrijdag? En laten gaan op de zaterdag en de zondag waarop je ze toch verhuurt? Ja, ja dat is een hele goede vraag. en Een heel ja. interessant uh, punt. Want uh, nou, het eerste wat, wat ik jou wil zeggen is dat je in de weekend meer kan vragen. Ja. Dat ja. klopt, dat zie je ook de, de, de autoverhuurders doen en op internationaal uh, niveau gebeurt dat nog veel meer. Tenminste, ik, ik, ik merk het al 15 jaar bij de vliegtickets, dus ja, ja de techniek de, is er al. Vliegtuigstoelen, ja. ja, maar dan zie je de, de internationale autoverhuurder die speelt daar heel erg op in. Hè. Laatste weekend van de maand is drukker, dus dan gaat de prijs nog iets meer omhoog. Ja. Uh, tweede weekend van de maand is wel iets drukker, maar niet zo druk, dus dan gaat de prijs een klein beetje omhoog. En in, uh, door de week mm -hmm. gaat, gaat de prijs weer... Hè, die spelen daar heel veel mee, zoals, yeah. zoals vliegtuigen. Yeah. Um, maar dan zaten wij met het vergelijkingssysteem... waarbij we wel kunnen zeggen... Hey, je kan de prijs omlaag schroeven, geen, yeah. geen probleem bij ons. Omhoog, ja, dat is ook prima. Maar dan moet je dat zelf ook gaan doen. Ja. Dus dan moet het één op één op hun site hetzelfde communiceren nee, het als dat als wij snap, doen. Precies. Ja. Snap, maar als we die laten gaan en we praten alleen over beneden, dus eigenlijk de, de prijzen op de daluren of de daldagen. Um, jullie hebben er wel geloof in dat je door middel van prijs uh, consumenten kan bewegen om een bus of eigenlijk te verhuizen op maandag in plaats van zondag? Uh, sommigen. Sommigen. Ja. ja, als je dat maar uh, duidelijk genoeg maakt uh, van tevoren. Um, dan dan zal, zullen er altijd mensen zijn die, die zien van. Oh ja, op zaterdag is het duurder en op maandag is het goedkoper. Mm -hmm. Laat ik toch mijn plannen maar omzetten. Maar ja. Er zijn ook mensen die zeggen: Ja, nou ja, weet je, hè, mijn vrienden kunnen alleen op zaterdag. Ja. Um, ik heb al mijn, plannen, uh, mijn planning erop afgestemd. Ik ga het toch op zaterdag ja. doen. Maar dat zijn ook de mensen die er iets meer geld voor over hebben ja. om op die zaterdag te verhuizen. Ja. Nou, en de vraag is. Volgens ons doen de autovuurders daar niet genoeg aan om die prijsoptimalisatie om, om die genoeg uit te voeren. Maar oh ja, ze hebben de prijs geoptimaliseerd voor de zaterdag en de zondag. Ja. En laten gaan op de maandag tot met vrijdag. Ja, maar Het oh, moet dan maar dezelfde prijs zijn. Ja, dus eigenlijk zijn, zijn de prijzen de hele week uh, ja, flat. Ja. Uh, en op zaterdag gooien ze dan een kleine marge toe. Ook en nog, en ja. het gaat eigenlijk nog verder dan dat, Paul. Want het is niet alleen de prijzen die ze hebben afgestemd op het weekend. Het hele wagenpark is afgestemd ja. op het weekend. Ja. Want ze willen op zaterdag en zondag willen ze geen nee verkopen, terwijl wij zeggen: je kan met hetzelfde wagenpark hoef je geen nee te verkopen. Je kan er meer aan verdienen, zowel door de weeks als in het weekend. Ja. Als je de klant de optie geeft van joh, in het weekend kost hij 150 per dag en op maandag kost hij 15 per dag. Ja. Ik noem maar wat, weet je wel. Dan, dan geef je de klant in ieder geval de keuze. Ja. Als je de klant de keuze geeft, hij kost maandag 150 en zaterdag 150, ja dat ging ik ook wel op zaterdag. Precies, hè, dat wordt niet anders. Um, maar op het moment dat jullie hem nou verhuren dan, hè, hebben jullie dan ook niet heel veel last van mensen die niet komen op dagen? Uh, nou ja, niet, niet meer dan andere autovuurders, um, maar die, de, het probleem is er zeker. Um, toevallig van het weekend dat ik een appje kreeg van een autovuurder en die zegt van, ja lekker dan. Uh, ik had een klant uh, voor een bakwagen yeah. het hele weekend, yeah. is hij niet opkomen daar. Yeah. Nu staat hij stil, kan je hem nog even verhuren voor mij? Yeah. Nou, yeah. Oké, okay, het laatste gaan we ons best doen, maar het eerste, ja dat is gewoon echt een probleem. En uh, nou, dat is een mooi bruggetje. Wij zijn er dus ook mee bezig van hoe kunnen we dan ook die autovuurders helpen mm -hmm. om deze problemen waar ze elke keer tegenaan lopen uit de wereld te helpen. Ja. Zodat als ze daar straks wel gewoon het volle pondkeur voor kunnen vragen of uh, in ieder geval al een deel van, de, van, van het bedrag op hun ja. rekening hebben staan, nou, dan is dat pure winst. Hoe ga je ze helpen dan? Ja, daar, daar zijn we dus uh, teruggegaan naar onze partners en naar de markt. En we hebben gekeken, wat doen nou de, de internationale spelers dan de lokale, anders dan de lokale autovuurders? Ja. Wat is jullie behoefte daarin? En uh, buiten de systemen die de grotere partijen hebben, omdat ze gewoon diepere zakken hebben, mm -hmm. hebben de lokale autovuurders vaak ook niet de digitale kennis. En is dit een ontzettende drempel om deze systemen niet alleen aan te schaffen, maar ook te implementeren. En daarin hebben wij gezegd van, goh, kunnen wij niet uh, een verlengde van ons vergelijkingsplatform aanbieden aan de lokale autoverhuurders, of eigenlijk aan alle autoverhuurders, om samen hetzelfde spelletje te gaan spelen? Dus namelijk, als een soort verhuursplatform uh, voor hun intern. Ja, nou, een stukje software. Ja, software, precies, ja. precies. Dus de, de software die, die nodig is om mee te kunnen bewegen met de trend van de markt om jouw wagen met hetzelfde wagenpark uh -huh. meer te kunnen gaan verdienen. En daar hoort ook een beetje bij uh, dat je je, je, je je onboarding systemen, dus het hele UX flow, het klant die van internet komt naar de reservering, dat je daar ook bepaalde aanpassingen in maakt, uh -huh. die er allemaal voor leiden dat je, dat je met ja, alle kleine, kleine aanpassingen kan je een paar procent op winnen. Yeah. En als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan, dan kan dat echt serieus aantikken. Uh, nou ja, er zijn... We zijn, we zijn nu bezig met, met een paar systemen. En uh, ja, we, we zien gewoon dat dat, dat, dat gaat, gaat echt, echt significant gaat toenemen. Maar moet ik dan dus. En zo zien, ik heb een FU bedrijf in Amsterdam. Ja. Ik heb geen uh, Verru' software behalve gewoon mijn boekhoudprogramma. Mijn facturatie en mijn Excelletje waar ik ja. het een beetje bij hou. Dan komen dus jullie binnen en jullie geven mij een platform. Internetbeest waarschijnlijk waar ik mijn auto's kan opvoeren en die meebeweegt met de variabele prijsmechanismes die we gewend zijn op het internet. Ja. ja, zo moet ik het zien. Ja, als, je, als, je, als je dat wil, hè? Dus we beginnen. eigenlijk... Nee, dat snap ik. Met, ja. Ja, ja, maar we beginnen is allemaal instelbaar. Ja, ja. dus ja. We, we beginnen met heel basic. Dat, dat we zeggen: van nou, je krijgt in oh. ieder geval gewoon state-of-the-art uh, software. Mm -hmm. Waarmee je in ieder geval alle operationele processen kan af, afhandelen. op een snelle, efficiënte manier. Intern. 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 Dus jullie hebben eigenlijk een vergelijkingsplatform. Een soort independent van de veru voor busjes. Uh, aan de andere kant faciliteer je ook het verhuurbedrijf door een stukje software te implementeren, waardoor ze hun werkzaamheden beter, makkelijker, easier, Juist. frictielozer eigenlijk kunnen doen. Ja. ja, zo moet ik het zien. Ja, exact. Oké, okay. ja. dus uh, jullie willen aan beide kanten, zeg maar, een ja-ja. Uh, ja. ...facilitair zijn, maar ook daadwerkelijk de, nou ja, de online verhuurmarkt beter maken. Nou ja, eigenlijk Paul wil ik het nog scherper zetten en brutaler. En Jeroen die, 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 die zegt, dat moeten we goed nadenken en erover uitkomen. Maar ik zeg, er moet digitale gelijkheid zijn. Ik vind dat de lokale kleine ondernemers, die hebben bestaansrecht... ...en die moeten tot dezelfde software toegang hebben als de grote spelers... ...die de grotere zakken hebben. En ik ben van mening dat de huidige software die er nu is, is beperkt. En buiten dat het op de plank ligt om zelf te gaan installeren, ben ik van mening dat daar een extra handje voor nodig is. Uh -huh. Niet alleen het installeren, maar ook het optimaliseren uh -huh. van dat systeem. En daar kunnen jullie dus die lokale. Verhuurmaatschappijen me helpen. Ja. Aan de andere kant, hè, Nu ben ik dealer in Amsterdam, uh, in Arnhem. Ja. En ik heb een grote verhuurvloot. Ja. Kan ik dan met jullie ook samenwerken? En ik heb vijf busjes. Ik noem maar wat. Graag zelf. Zeker. Ja. 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 ja wij, wij willen, zoals we zeggen, we willen niet alleen die gelijkheid voor grotere spelers, ook mm -hmm. voor kleinere spelers. We gaan, we komen persoonlijk langs. We willen, we gaan advies op maat en we gaan gewoon kijken wat is er allemaal mogelijk met wat je hebt. Ja, en hoe zit het dan uh, met de samenwerking die jullie nu hebben met Hertz? Waar, waar bestaat die dan uit? Met Hertz hebben, die zijn die puur een uh, partij die ja, eigenlijk overal zit in Nederland met, uh, met de autofuur, yeah. hè? Dus Zij werken voornamelijk met. Uh, ja, lokale branches en, en eigen branches. Waarop sterven na dood, ja. Uh, in Amerika, in Nederland ja. ging het overigens niet zo slecht. Nee, uh, nee, uit, nee, nee In nee, de nee. vertrouwelijke bron. Ik weet niet of dat mag uitgezonden worden, maar Nee, uh, we zagen ze regelmatig op Automotive Online dat Nederland een buitengesloten was. Nee, dat, ja. dat, dat ging wel goed. Ja, ja, precies. precies. Dat ging wel goed. Precies. Maar, Hertz, ja, ze, ze bieden hun voertuigen aan. Of ja. het nou personenbussen of bestelbussen uh -huh. of auto's zijn. Um, en daar dan gaan we eigenlijk weer terug naar het begin. Ja, als consument wil jij een volledig overzicht ja. zien van de hele markt ja. en daar hoort ook een Hertz bij. Ja. En het die conformeert zich wel aan daluren, piekuren en beschikbaarheid en en, en, da, en, en dat soort verzetten. Ja, ja en nee. Ja. Ze, ze doen ze doen dat wel uh, voornamelijk met uh, personenauto's en personenbussen. Uh -huh. um, maar met, met bestelbussen zijn zijn ze daar ook nog een slag uh, die ze moeten maken. Ja. ja. Maar gaan ze die maken? Ja. Oké. Okay. Ja. Um, in 2020 begonnen. Um, met mijn complimenten. Het ziet er prachtig uit. Uh, ook de complimenten voor jullie ondernemerschap. Mijn laatste vraag. Als uh, dealers, als autoverhuurmaatschappijen die uh, naar deze podcast luisteren, uh, met jullie in contact willen en de komen. Hoe komen ze dan met jullie in contact? Um, ja, yeah. nou ja het mak makkelijkste is bellen we staan yeah. uh, 24-7, zijn we eigenlijk uh, bereikbaar yeah. um, dus je, je, als je naar leasetime.nl gaat dan kan je er staat gewoon rechtsboven, kan je een nummer vinden en yeah. dan kan je kan je bellen ik mag ons ook mailen uh, jeroen.zwart, at uh, of, of, of bellen <laughs> at leasetime.nl, dubbel l of via LinkedIn LinkedIn. Ook kan zeker ook. mogelijk. Jeroen Zwart, Pelle Elste. Ja. Je, je, vindt, je vindt ons eigenlijk allemaal. En uh, voor, voor het laatste waar we het over hebben gehad, de, de software. Ja. Uh, ja, is, uh, we zijn heel erg begonnen met het echt optimaliseren en het uh, zeg maar off the radar ontwikkelen. Ja. Uh, maar nu, nu krijgen we daar ook een uh, we hebben daar nu ook een website voor online gezet. Ja. Uh, Lisi Solutions.nl. Ja. Ja. En uh, nou, daar, daar kan je ons dus ook vinden. En daar heb je ook een contactformulier. Schiet hem erin en, uh, en wij bellen je even terug. Ja. Je weet wat een contactformulier betekent, hè? Ja, nou ja, het is, het is een leadform is een, ja, lead form is. Het eigenlijk. Ja, maar je weet wat dat betekent, hè? Nou. Dan begint het gesprek. Nou, dankjewel voor je bezoek aan je website. Ik ben er even niet om je vragen te beantwoorden. Uh, Vul het ja. formulierje in. Ik kom er later op mijn tijd wel op terug. Ja, nee, ja, nou nee, ja. Goede, goede. Ja. Misschien, misschien ja. moeten goeie. we die ook even implementeren. Ja. En, uh. en het is ook een startpunt van een dialoog, uiteraard. Hey, um, dankjewel, dankjewel voor Goed, de, de komst naar hier naar Ede. Uh, volgende week een nieuwe gast. Um, nieuw verhaal, zelfde missie, de online automotive beter maken. Dankjewel. Dankjewel. Dank u wel voor het luisteren naar de DCDW-podcast van Paul de Vries. met de missie om de online automotive beter te maken. Vond u deze podcast interessant? Abonneer dan meteen via Spotify, Soundcloud of iTunes. en deel deze podcast via LinkedIn met uw netwerk. De DCDW-podcast van Paul de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Marktplaats, Coldrip. Carmen Automotive BDC, Vindio. Used Car Controller en tweedehands.be